openen voor wat God ons wil geven in deze dienst. En we spreken uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u, voor jullie allen, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Deze negende zondag in de herfst kunnen we buiten nog volop genieten van de prachtige herfstgeuren. Wat is het mooi als je van Apeldoorn hier naartoe rijdt. Al die mooie blaadjes, maar ze zullen nu al heel snel vallen, want de winter is in aantocht. De tijd komt dat we meer binnen zullen zijn. En dat doen we ook geestelijk hier in de kerk. Ons naar binnen keren. Met onder andere de liederen van Johannes de Heer. Want zijn liederen zijn gericht op een persoonlijk geloof. Zo'n lied is ook het volgende. Doorgrond mijn hart en ken mijn weg, o Heer. Dat is een lied dat ons naar het gebed leidt. Thank you.
onze God. We zijn hier samengekomen voor gebed, voor muziek en zang en voor uw woord. Doorgrond mijn hart, zo hebben we gezongen. Ken mijn weg. En als die weg niet goed voor mij is, leid mij dan op de weg naar u. Heer, we moeten het u bekennen, dat wij zonder u altijd weer verdwalen op zelfgekozen wegen. Wegen die ons niet dichter bij u en bij onze medemens brengen, maar die soms alleen maar verwijdering geven. Heer, vergeef ons, ontferm u over ons en neem ons bestaan ter harte. Ook als ons hart zo vol is van allerlei dingen die ons bezighouden, waar wij ons druk om maken. Heer, wil toch uw geest in ons midden geven, en dat wij onze blik blijven richten op Jezus Christus, onze Heer. Want zijn kracht wil zichtbaar, wil tastbaar worden in ons, in onze zwakheid. Zo bidden wij tezamen. Heer, ontferm u. Amen. Het thema is vandaag de gebarsten kruik. En dat heeft te maken met een zin in een lied van Leonard Cohen. Het staat op de orde van dienst in het Engels, maar ook in het Nederlands daaronder. En dan gaat het vooral om die onderste regel. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Dat betekent, er is een barst in alles. En dat is hoe het licht binnenkomt. Die zin, a crack in everything, komt voor in een oud verhaal over een man die bij een ongeluk zijn been verloor. En toen trok hij zich terug in een klooster waar hij vol boosheid op het leven tekeningen maakte van gebarsten vazen en van andere gebroken en beschadigde dingen. Die stonden voor zijn gebrokenheid. Maar in de loop van de tijd trok zijn boosheid weg en toen vond hij innerlijke rust. En toch bleef hij steeds kapotte vazen tekenen. En toen vroegen ze hem, waarom teken je de vazen nog steeds met barsten erin? Voel je je dan nog zo gebroken? Nee, antwoordde de man. Maar dat geldt ook voor de vazen. Ze zijn wel weer heel, maar toch zie je de barsten. Via de barsten komt het licht binnen. Juist via de barsten kun je de Heer vinden en kracht krijgen. En daar gaat het vandaag over. Via de scheuren, de barsten in ons leven, kan toch het licht van God bij ons binnenkomen. De vrees, de boosheid is weg. De vrede van God woont in mij. Daarvan zullen we nu gaan zingen, samen met prijs met Johannes de Heer. De nacht vloot heen, het is helder dag. Thank you.
Zometeen gaan de schriften openen. Open, laten wij bidden om het licht van de Heilige Geest. We willen, Heer, uw woord openen in het vertrouwen dat dit woord anders is dan alle grote woorden die soms zo vals blijken te zijn of hol zonder inhoud. Wij hopen op uw stem dat die de stilte heilzaam mag vullen wanneer wij stom geslagen zijn door al het onrecht, het verdriet. Spreek ons aan, Heer, met uw woord, dat uw woord een weg zal wijzen om te gaan en perspectief opent, stem geeft aan de stillen en verstomden. Inspireer ons door uw Heilige Geest om te verstaan wat u ons wilt zeggen. Ja, laat uw woord werkelijkheid worden, zoals eens in Jezus Christus. Zo bidden wij, uit genade. Amen. Vooraf een verhaal voor jong en oud. En het verhaal gaat over een waterdrager. Een waterdrager in India. Die waterdrager had twee grote waterkruiken die hij aan het uiteinde van een stok had gehangen. En die stok, die droeg hij dan op zijn nek. Dat was dus een juk, zou je kunnen zeggen, met twee kruiken. Maar één van die kruiken had een barst. Terwijl die andere kruik heel mooi heel was. Elke dag vulde de waterdrager de kruiken met water bij de rivier. Aan het einde van de lange wandeling van de rivier naar zijn huis bleek de kruik met die barst altijd half leeg. En dat ging dag in dag uit zo. Elke keer kwam de waterdrager niet met twee volle kruiken water thuis, maar met een volle en een half lege. En die mooie hele kruik was heel trots op wat hij deed. Altijd een kruik vol water thuis brengen. Maar de gebarste kruik schaamde zich en was ongelukkig, omdat hij niet veel water thuis bracht. En na 2 jaar kon hij zich niet langer stilhouden. En toen zei de gebarste kruik tegen de waterdrager: ik schaam me zo, omdat ik maar zo weinig water thuis breng. Maar de waterdrager zei tegen de kruik: heb jij al gezien dat er alleen aan jouw kant van het pad bloemen groeien? En niet aan de kant van die mooie, die hele kruik? Dat komt omdat ik jouw gebrek altijd wel gezien heb. En daarom heb ik bloemenzaden gezaaid aan jouw kant. En elke dag als wij terugliepen, heb jij die zaden water gegeven. En zo heb ik prachtige bloemen kunnen plukken om ons huis op te sieren. Zonder jou. Zonder jouw barst zouden die bloemen er niet geweest zijn. Laten we nu, voordat de kinderen naar de nevendienst gaan, zingen uit Opwekking voor Kids, je hoeft niet bang te zijn. En daarna mogen dan de kinderen naar de nevendienst gaan. Thank you.
uit de schriften lezen en vandaag lezen wij uit Lucas 16, de versen 1 tot en met 9. Lucas 16, vers 1 tot en met 9. Hij, dat is Jezus, richtte zich ook tot zijn leerlingen. Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwiste. De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: "Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven." Toen zei de rentmeester bij zichzelf: "Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet en voor bedelen schaam ik me. Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen." Eén voor één riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: "Hoeveel bent u mijn heer schuldig?" 100 vaten olijfolie, antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: "Hier is uw schuldbewijs. Ga zitten en maak er gauw 50 van." Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: "En hoeveel bent u schuldig?" 100 balen graan, luidde het antwoord. De rentmeester zei: "Hier is uw schuldbewijs. Maak er 80 van." En de Heer prees de oneerlijke rentmeester, omdat hij slim had gehandeld. Want de kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is. Tot zover de lezing uit de schriften. Gelukkig zij die het woord horen en eruit leven. Halleluja. Laten we hierop gaan zingen: "Ik wandel in het licht met Jezus." Thank you.
Aansluitend op de preek luisteren we naar een muzikaal intermezzo. En daarna zingen we Leid vriendelijk licht bij als een trouwe wacht. Gemeente van de levende Heer. Wat een vreemde gelijkenis vertelt Jezus deze morgen. Een rentmeester maakt er een potje van. En als hij hierop wordt aangesproken door zijn baas en zijn baan dreigt kwijt te raken, dan blijkt hoe goed hij is in sjoemelen. En toch wordt hij door zijn Heer geprezen. Geprezen voor zijn bedrog. Dat is toch een bizar verhaal. Waarom wordt hier iemand geprezen die de zaak oplicht om zijn eigen hachje te redden? Ons nu voorhouden dat die rentmeester een voorbeeld voor ons kan zijn? Moeten wij dan een oplichter navolgen? Wat kunnen wij vandaag met deze gelijkenis? Het beeld dat wij hier van Jezus krijgen, is dat van iemand die in ieder geval met beide benen in onze harde werkelijkheid staat. Dat is een wereld waarin gesjoemel aan de orde van de dag is. Waar directeuren dikke bonussen opstrijken. Waar er bijstandsfraude is. En waar de gewone werknemer soms moet sappelen om rond te komen. In dit verhaal gaat het om een rentmeester, dat is een econoom, die de zaken van zijn heer, dat is de rijke man, moet behartigen. Maar hij verkwist het bezit van zijn heer. Reden dus om hem zijn ontslag aan te zeggen. Maar de rentmeester ziet het dus niet zitten om op het land te gaan werken of om te bedelen. Hij bedenkt een ander, een heel gewiekst plan. Hij zorgt ervoor dat hij vrienden krijgt bij degenen die nog een schuld bij de Heer hebben. En hij scheldt ze een flink deel kwijt. En natuurlijk zijn deze mensen daar heel blij mee. Je kunt begrijpen dat degenen die flinke schulden hadden opgelucht ademhalen. Zij worden dus heel gelukkig van deze daad van de rentmeester. Maar die doet dat absoluut niet voor hun belang, maar puur uit eigen belang. Maar in ieder geval een flink deel van de schuld wordt hun kwijtgescholden. En zo kun je hier misschien ook iets herkennen van die beden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Maar is het rechtvaardig wat die rentmeester doet? Die heer, die rijke man. Hoe zit het nu met hem? Hij wordt wel benadeeld. Of mag je gerust stelen van de rijken? Opmerkelijk is dat de heer hier uiteindelijk geen problemen mee heeft. Hij prijst de onrechtvaardige rentmeester zelfs. De kinderen van de wereld gaan slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht, zegt Jezus. Ja, die rentmeester, dat is een kind van de wereld. Bepaald niet een toonbeeld van een christelijke levenswandel. Hij is eigenlijk gewoon een geraffineerde boef. En hij wordt een voorbeeld voor de kinderen van het licht. En dat zijn de gelovigen die zo serieus leven. Ja, het geld dat stom is, maakt recht wat krom is, zou je kunnen zeggen. Maak je vrienden met de onrechtvaardigen, met de valse mammon, zegt Jezus.
Het is des te opmerkelijker dat Jezus niet zegt, weg met dat smerige geld. Want ja, een rechtvaardige, een eerlijke mammon, bestaat die wel? Geld, ja, we kunnen er niet zonder. Maar je krijgt er ook vaak vuile handen van. Weten wij of de kleding die wij nu dragen, is gemaakt door kinderen van wie de ouders geen geld hebben om ze naar school te sturen? Of dat er in onze telefoontjes onderdelen zitten die gemaakt zijn van materiaal uit Afrikaanse mijnen, waar meisjes en jongetjes onder loodzware omstandigheden aan het werk worden gezet? Jezus kiest in de verhalen die hij vertelt de gelijkenissen vaak voor mensen waar een luchtje aan zit. Ja, dat wordt hem dan ook geregeld verweten. Gelijkenissen kunnen schuren, kunnen ook ergernis oproepen. Neem maar aan de verloren zoon, die alles er doorheen jaagt en dan toch feestelijk wordt onthaald bij thuiskomst. Of denk ook eens aan de werkers in de wijngaard, die de hele dag in de brandende zon aan het werk zijn. Ze krijgen evenveel als degene die nog even dat laatste uurtje meepikken. Ja, wat zet Jezus het rechtvaardigheidsgevoel van ons mensen op de kop? Maar ook, wat schetst Jezus een reëel beeld van ons leven? Want daarin is lang niet alles rechtvaardig. En lang niet altijd duidelijk wat goed is en wat slecht is. Want leven zonder vuile handen is onmogelijk. En het gaat Jezus er ook niet om dat wij geen vuile handen maken of vuile zielen. Het gaat Jezus erom dat wij midden in deze wereld leven en werken. En ook weten dat er machten en krachten zijn die het ons onmogelijk maken om altijd het goede te doen. Maar dat we ons niet moeten laten tyranniseren door al die machten en krachten van deze wereld. Nee, we moeten ze juist in onze dienst stellen, zodat we daarmee tot zegen kunnen zijn. Ja, want die machten en krachten, die mammon, zeg maar, ze stellen ons de vraag, waarop vertrouw je uiteindelijk? Je kunt denken, ik wil het goed doen, ik wil geen vuile handen maken. Maar ja, dan moet je verhuizen naar een onbewoond eiland. De gelijkenis die Jezus vertelt tot een reëel beeld van de wereld. Goed en kwaad zijn in elkaar verweven. Het leven is niet maakbaar. We leven vaak in een schemerig gebied. Soms moet je dingen doen zonder dat je weet of het goed is. En soms ontsporen we dan ook wel eens grandioos. Soms lukt het ons om het goede te doen. Maar soms raken we ook verstrikt in eigen belang. In onze orde van dienst staan de mooie dichtregels van Leonard Cohen. There is a crack in everything. That's how the light gets in. Er zit overal een barst in. Zo komt het licht naar binnen. We leven in een wereld vol barsten. De aarde is geen paradijs. Maar soms staat er iemand op die het goede doet. Puur uit eigen belang. Maar toch het goede en een last voor licht. Licht valt dan door de barsten van het eigen belang heen. In zwakheid, in een gebrek ligt kracht verborgen.
In gebrokenheid kunnen we Gods nabijheid ervaren. Ja, en heeft Jezus ons dat ook niet voorgeleefd? Heeft zijn gebroken leven ons dat niet laten zien? Dat juist door zijn lijden en sterven heen er nieuw leven mogelijk is? Dat er zonder Goede Vrijdag, zonder het kruis, geen Pasen is? Het verhaal van de gebarsten kruik wil ons bewust maken van onze tekortkomingen, van ons falen, onze worstelingen, onze gebreken. We willen immers graag leven als die mooie, hele kruik. Alles moet in orde zijn in ons leven. We willen een goede baan, een fijne vriendenkring, kinderen die het goed doen, een leuk huis, vakanties om over naar huis te schrijven. En een goede gezondheid staat hoog op het verlanglijstje. We zijn in onze op maakbaarheid ingestelde maatschappij niet meer zo vertrouwd met de barsten in het leven, met tegenslag, met zonde ook. De mensen met de barsten, de mensen waar een luchtje aan zit, die sjoemelaar van een rentmeester. De mensen die moeten sappelen voor een redelijk leven, de armen, de onaanzienlijken. Zij verliezen het vaak, zo lijkt het in het leven. Maar het water dat uit die gebarsten kruik wegloopt, dat water, dat staat symbool voor het leven. Juist wat verlies lijkt, blijkt winst. Het water, dat zijpelt weg. Maar wat er groeit, zijn bloemen. Jezus, de lijdende, de gekruisigde, hij zaait de bloemen langs de weg. Zijn kruis loopt als een barst door deze wereld. En wil ons ook vandaag zeggen, zijn kracht wordt juist in zwakheid zichtbaar. Ja, het kruis is als een barst, waardoor de liefde van God gaat stromen. Door de barsten van het leven valt het licht naar binnen. En dat neemt niets weg van de pijn, van het verdriet in je leven. En misschien zegt u, als u tussen de puinhopen van het leven zit, maar wat heb ik daar nou aan? En toch. Mensen, gebroken, vol verdriet, vertellen soms over gewoon simpel die hand op de schouder. Over iemand die zomaar even sterkte, hè, roept. Ja, zei iemand dus, het was alsof de hemel even openging. Aan een sterfbed, te midden van de dood, kan er zomaar een klein geluk zijn. Een last die even lichter wordt. Het is een glimp uit de hemel. Juist op de plekken van de barsten, van het verdriet, van het onvolmaakte, is God. God is zelfs daar waar wij falen, waar wij mislukken. En komen we daarom ook niet hier in de kerk? Om daarover te horen, om daarvan te zingen, met liederen ook van Johannes de Heer. Johannes de Heer, die het persoonlijk geloof van mensen wil aanspreken, het hart van mensen wil raken in zijn liederen. Ja, om dan in de kerk met verbazing te horen, dat zelfs die corrupte rentmeester geprezen kan worden als hij de last van een ander verlicht, ook al is dat uit eigen belang. Gods kracht wordt zichtbaar in onze zwakheid, zo zegt 2 Korinther 12. En dat heeft iets paradoxaals en iets pijnlijks, maar het is ook iets waar je stil van wordt.
En heeft een tijdje geleden aan borstkanker overleden Kinga Bam. 37 jaar en moeder van 3 kinderen. Wat ook niet laten zien in haar liederen. In onze zwakheid, in onze afbraak, kan de gekruisigde God wonderlijk krachtig werken. Zij zo, ondanks haar dodelijke ziekte, vlak voor haar dood nog, onnoembaar aanwezig deelt u mijn bestaan. Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij. Uw naam is ik ben en ik zal er zijn. Ik ben, ik zal er zijn, dat is de naam van God. En dankzij Hem, dankzij Jezus Christus onze redder, mogen wij erop vertrouwen dat Hij ons niet afschrijft. Hoe gebroken we ook zijn, hoe volbarsten, hoe ziek of oud ook, of volledig uitgerangeerd. Hoe vaak we ook falen en mislukken. Want Gods hart is groter dan ons gevoel voor rechtvaardigheid. Dankzij Hem mogen wij een kruik zijn. Een kruik met barsten. Maar een kruik geschikt om gebruikt te worden in zijn dienst. Ja, geschikt voor de groei en de bloei van de bloementuin. Steeds weer kort, Jezus.
dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven. Verdriet en tekortkomingen. Wij danken u dat wij iets mogen ervaren van uw bemoedigende aanwezigheid die altijd dichterbij is dan wij denken. En daarom bidden wij voor wie de moeite en de zorg in het leven te veel zijn geworden, zodat er geen licht binnenstroomt in de scheuren van het bestaan, maar de dingen en de mensen grauw en grijs blijven. Heer, wij bidden voor wie om hulp vragen lastig is, of voor wie zich schamen voor hun kwetsbaarheid, dat ze zich mogen openen voor het ontvangen van een goed woord, trouwe zorg. Wij bidden voor mensen die leven moeten in de verwarrende omstandigheden van oorlog en strijd, van honger, intimidatie en willekeur. De vluchtelingen, de mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen, kinderen die niet naar school kunnen. We bidden voor uw vervolgde kerk. Voor al die plekken waar mensen samenkomen in angst, waar mensen niet in vrijheid hun geloof kunnen beleiden. Wij bidden u voor onze regering.
wijsheid om goede beslissingen te nemen. Je geeft dat onze regering mag zoeken naar waar mensen met elkaar kan verbinden. Wij bidden voor wie een klein of een groot geluk in hun leven ervaren. Voor wie iets te vieren hebben. En voor wie leven met zorg en verdriet. In stilte brengen wij bij u wat ons persoonlijk ter harte gaat. Verhoor ons in de naam van Jezus die ons leerde bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden, gelijk ook wij vergeven onze zonden aan. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil me nu allereerst even richten tot prijs met Johannes de Heer. Want ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de fijne bijdrage in deze dienst. Voor jullie geweldige enthousiaste inzet ook. Het was weer heel fijn om met jullie deze liederen te zingen. Liederen die, als je wat ouder bent, misschien heel bekend zijn. Misschien voor de jongeren zijn ze minder bekend. Maar als je er zoals ik mee bent opgegroeid, want als meisje thuis, zo sprak ik nog met iemand die dat net zo had meegemaakt vroeger. Thuis dan zongen we zeker op zondagmiddag bij het harmonium de liederen van Johannes de Heer. Mijn moeder op het orgel spelend en wij zingen. En zo ging het ook bij vriendjes, vriendinnetjes. Dat was zo gebruikelijk. Langzamerhand is dat gebruik natuurlijk verloren gegaan, weg. Maar steeds zie je op allerlei plekken de liederen van Johannes de Heer soms in een heel nieuw jasje weer terugkomen. Nou, dank ook aan jullie dat ook zo oppakken. En we hopen zeker nog weer op een andere samenkomst waarin we ook deze liederen weer mogen zingen. Wij gaan nu ons slotlied zingen en dat is Ruwe Stormen Mogen Voelen. U mag tijdens dat slotlied ook nog even blijven zitten. En dan gaan we straks voor de zegen het lied zingen, zegen ons al goed. Dus we zingen nu Ruwe Stormen Mogen Voelen. Alles om me heen zijn nacht, maar God, mijn God zal mij behoeden. Thank you.
en om zo ook tot zegen te kunnen zijn. En zingen wij dan als inleiding op de zegen. Zegen ons al goede. En wij beantwoorden dan de zegen met amen, amen. Dus we zingen nu eerst. Zegen ons al goede. En laten we dat zo mogelijk samen doen. Zijn met u, met jullie allen.